Gefeliciteerd. Je tekent vandaag tot 2026 bij Sparta. Ik denk dat dat iets is waar je heel erg trots op bent. Ja, zeker weten. Dat spreekt vertrouwen uit vanuit de club. En blij om hier nog een 3 jaar aan vast te plakken. Want wanneer hoorde je dat Sparta langer met jou door wilde? Eigenlijk in de play-offs na de tweede thuiswedstrijd tegen Utrecht. En toen de gesprekken voortgezet en uiteindelijk eruit gekomen. Want je had nog een contract tot 2025. Was je verrast dat Sparta nu al je contract wilde openbreken? Ja, eigenlijk wel. Maar alleen maar mooi dat ze dit willen. En ik wil het zelf ook wel heel graag. Want het is toch wel een groot compliment dan wat ze naar je uitspreken? Zeker weten. Er spreekt alleen maar vertrouwen uit. En nu kunnen we hierop voortbeduren. Je kwam afgelopen zomer, of eigenlijk vorig jaar alweer, over van FC Volendam. Ja, dan ga je ook van een dorp naar een stad toe, naar Rotterdam toe. Hoe is die stap jou bevallen? Het is natuurlijk heel wat anders. Een dorp is veel kleiner, heel rustig. En dit bevalt me wel, moet ik zeggen, Rotterdam. Ik ben echt een stadsmens. Dus ik zit helemaal op mijn plek. Moest je wel eventjes een soort wennen? Ja, ik moest eerst 4 weken wel heel erg wennen. Mijn vriendin zelf ook. Maar we zijn al goed gewend, moet ik zeggen. Ja, met de overgang naar Sparta toe maakte je ook de stap naar de Eredivisie toe. Het was je eerste seizoen in de Eredivisie. Hoe kijk je daarop terug? Onverwachts veel minuten gemaakt. Ik denk een heel goed seizoen gedraaid. Het team zelf ook. En dan ga je automatisch zelf ook wel lekker in mee. En zeker blij met het vorige seizoen. Dan heb je jezelf ook overtroffen, je eigen verwachtingen overtroffen? Eigenlijk wel, ja. Maar ja, ik zeg al, met veel vertrouwen, dan dat doet je goed. En ga je zelf goed spelen. Dus dat is wat er is gebeurd. En dan zie je nu dit, zeg maar. Want je ging eigenlijk moeiteloos mee in het succesteam van Sparta. Wat heb je gedaan waardoor je die stap van de Eerste Divisie naar de Eredivisie zo makkelijk kon maken? Nou, vooral ben ik veel gaan trainen met een aparte trainer. Ik heb heel veel geleerd van Adil Awassar, van Bart Vriends. Die neem je heel goed mee. Dus daardoor ben ik eigenlijk in het niveau gaan groeien. Dus daar ben ik heel blij mee. En als je ten opzichte van vorig jaar kijkt, op welke kwaliteiten heb je dan echt verbeterd? Ik denk het verdedigen. Ik denk dat ik meer een voetballende verdediger ben. Maar het verdedigen is natuurlijk ook heel belangrijk als verdediger. Dus dat heb ik heel goed opgepakt, denk ik, het laatste seizoen. En dat kan alleen maar beter. Maar ik denk dat dat wel een stuk beter is nu. De komende 3 jaar sta je dus onder contract bij Sparta. Wat is daar vooral belangrijk in? Welke doelstelling wil je daarin behalen? Eigenlijk een heel seizoen nu gaan spelen. Natuurlijk successen met het team behalen. Ik denk dat vorig jaar al een heel goed seizoen was. En ik denk dat we dat nu gewoon door moeten gaan zetten. Nogmaals gefeliciteerd en succes. Dankjewel.